Beertube. What up? Vandaag is het tijd voor crème brûlée op dit kanaal. En dan zal je denken, heb je daar niet een ander kanaal voor? Of moet je dat nou wel hier aan lopen doen? Laat ons met rust. Ga het over bier hebben. We hebben het hier inderdaad over een tweetal bieren. Te weten de canned brûlée en de crème brûlée. Uitgebracht in elkaars vaarwater. Volgens mij zat er nog geen 3 maanden tussen. Deze voor jullie linker variant is de core range variant. Die ik overigens maar op heel weinig plekken tegenkom. In de supermarkt zie ik bijvoorbeeld wel de hop juice heet dat ding volgens mij. En de motorolie equivalent. Maar de canned brûlée en die coconut macaroon. Daar moet ik toch nog altijd voor naar de slijter. En dan denk ik weer, ja, in de slijter staat ook de smeerolie mix of smeerolie coconut milkshake, bounty hunter, etc. Daar gaat het vandaag niet over. Ik was gewoon heel erg benieuwd hoe deze twee bieren zich tot elkaar verhouden. Naast dat het allebei crème brûlée invloeden zou moeten hebben, zijn ze ook allebei in basis een barley wine. Dus er zit heel veel overlap in. En we gaan kijken of dat er in de smaak ook heel veel overlap zit. Hoe komen we erachter? Inschenken. En degusteren. Dus in het voor jullie linkerglas de canned brûlée. Als het goed is een core range bier van brouwerij De Moersleutel. Maar dat mag niet echt meer een verrassing vormen. Dit lijkt voller te zitten of zwaarder te zijn. Maar ook daar kan ik helemaal even zitten. En in het voor jullie rechterglas de crème brûlée. De niet core range dus. Zo te zien one-off crème brûlée. Dus ik deed even vooraan. Qua kleur lijken ze in ieder geval vanuit dit standpunt ook op elkaar. Dus laten we naar de canned brûlée core range van brouwerij De Moersleutel ruiken. Waarbij opvalt dat de schuimkraag net wat grotere bellen bevat ten opzichte van de crème brûlée. We gaan naar de neus. Heb je het over crème brûlée? Heb je het over dit bier? Dan zeg ik crème brûlée. Misschien heel erg in de achtergrond dat licht gebrande vanille. Maar dan moet je wel echt heel creatief worden. Duidelijk rode randjes in het bier. Ja, tot zover. Gaan we door naar de crème brûlée one-off. Eveneens een barley wine. En daar heb ik zowaar nog minder. Ja, ik heb minder dat crème brûlée vanille gebrande karakter. Maar wat ik hier heb is eerder een beetje de vanille uit bijvoorbeeld. Dit is heel maf. Maar dit klopt voor geen kant. Er is echt iets falikant mis met mijn geur en smaakzintuigen. Ik wou even zeggen dat dit lijkt op een vanille uit een barrel. Dat neem ik helemaal terug. Dit lijkt gewoon op een IPA. Heel raar. Maar gewoon een IPA. Dus dit gaat een interessante vergelijking worden. Uiteindelijk draait het natuurlijk ten alle tijde om de smaak. Dus laten we beginnen met de canned brûlée uit de core range. Althans, niet zo goed verkrijgbare core range van brouwerij De Moersleutel. Een barley wine met crème brûlée smaakinvloeden. Met een alcoholpercentage van 9%. Proost. Kijk,
Vooropgesteld, vies vind ik dit niet. Als ik nou lekker een crème brûlée aan het lepelen ben en ik denk, ik neem daar een vloeibaar toetje achteraan. Nee. Moet ik ook zeggen. Overigens wel een heel goed idee. Los van het van de gezondheidseigenschappen. Tonka in crème brûlée kan volgens mij verdraaid goed werken. Of het zijn al die kleine pitjes, maar ik denk dat dat gewoon de stukjes echte vanille zijn. Maar dit bier is vooral behoorlijk bitter, vind ik, voor een body wine. En tonka forward. En ja, hij heeft dat moersleutelzachte vanille karakter over zich heen. Maar noem het dan eerder vanillevla met tonka dan dat je het crème brûlée noemt. My humble opinion. Nou zeg ik al drie keer het woord tonka achter elkaar. Ik heb geen idee of er tonka in zit. Le ingredients. Water, mout, hop, gist, tonkabonen en vanille. Nee, oké, dan ben ik blij dat mijn smaakzintuigen me daar in ieder geval niet in de steek laten. En zou je je afvragen, los van de ingrediënten, want ook die heb ik bij die andere ook niet gecheckt. Zit er dan helemaal geen verschil tussen deze twee bieren en is eigenlijk die special overgegaan in de core range? Je ne sais quoi? Geen idee of dat Frans kloppend is, maar ik zeg dat altijd als ik geen idee heb. Maar het verschil is sowieso zichtbaar in het alcoholpercentage. Deze, voor jullie linker variant, heeft 9% aan alcoholen. De rechter variant heeft de crème brûlée one-off van Brouwerij de Moersleutel. Een body wine met crème brûlée smaakinvloeden van 12%. Proost. Ik drink bieren vaker met dit smaakpalet. Maar dit bier is echt... Dit is echt... Net als die collaboration met of Frontaal of... Frontyard? Nee, dat was met Frontaal. Maar dit is echt zo'n Black IPA uit die stallen van Frontaal, Moersleutel, Volkingenbrew. Een veel te fruitige hoppigheid in een stout. Die voor mij heeft alles overklast. Ja, wederom, er zit iets zoeters in. Met 3% aan alcoholverschil mag dat misschien ook wel. Maar met een crème brûlée heeft dit bier echt helemaal niks meer te maken. Niet eens als je denkt, ah ja, een vleugje crème brûlée. Nee, zeker niet. Dan vind ik dit bier echt veel te hoppig. In combinatie met alle andere smaken. Zijn body is dan misschien wel wat leuker. Deze heeft net wat meer van die tonka invloeden, waardoor het als crème brûlée zou voor mij echt helemaal mislukt. Maar misschien ben ik daar te beperkt voor. Dus wat dat betreft echt hele slechte bieren. Of ruim voldoende, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Al met al houdt het niet over. De core range is voor 5, 6 euro verkrijgbaar. Proef hem zeker een keer zelf. Voor nu zou ik zeggen, Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.